Goedendag en welkom bij GPTV. De Arendenplaats, het archeologisch steunpunt in Oudebiltzeil, is afgelopen week leeggeroofd. Naast de kas gingen de inbrekers in de nacht van donderdag op vrijdag vandoor met diverse kunstwerken, antiek en archeologische vondsten. Het merendeel van de vitrines werd leeggehaald. Een flinke klap voor het steunpunt. Het is in de nacht van donderdag op vrijdag, 12 op 13 mei, is er 's nachts ingebroken. En wanneer hebben jullie dat ontdekt? Op de vrijdagochtend, vrijdag de 13e. Ja. En mijn man die kwam om 8 uur 's ochtends, die wil altijd voordat wij open gaan nog eventjes hier wat tekenen. Dus die kwam om 8 uur 's ochtends hier binnen en die ontdekte dat de vitrines leeg waren en dat de achterdeur los was. Want hij dacht eerst de vitrines die waren leeg, maar wel heel netjes. De glasplaatjes stonden er keurig onder, dus hij dacht eerst van ze zijn met het archeologisch steunpunt bezig. Maar toen de achterdeur los stond en hij ook lege gaten bij de schilderijen zag, dacht hij, er is toch wel iets aan de hand. Heeft hij mij gebeld. En toen ben ik meteen gekomen. Hij stond al even aan te kijken, denk ik. Ja, het is echt schrikken. Ja. De zeils hebben keurig de vitrines opengemaakt. Er zijn weinig sporen van braak, behalve dan bij de ingang, zeg maar. Ja, ze zijn dus daardoor weten hoe ze binnen zijn gekomen, via de toren van de klok. Ja, ze zijn hier achterlangs. Bij de Dominee Mooistraat heb je een doodlopend weggetje. Dan kom je daarachter en dan via de tuin van de buurman een hek over. En dan hier de schutting over. Zo zijn ze door de vlindertuin achter de trap op van het logement en dan de klokken ingeklommen. Toen zijn ze hier binnengekomen, hebben de vitrines leeggehaald, de kunstwerken geroofd. Wat is er allemaal weg? Heel veel. Dus alle archeologische bodemvondsten die we hier tentoonstelden. Twee schilderijen, een halsketting, maar ook de kassa is leeg. De dvd-speler, een laptop, een hele zware draagbare op wieltjes, een versterker. Het collectebusje van het orgelfonds. Er is boven nog een cello, een kleine studiecello meegenomen. Als je dan zo rondloopt, dan zie je opeens daar nog, van een hele lege plek. Daar lag als mooie versiering een oud boek over astronomie, hebben ze ook meegenomen. En een Friese staartklok, mist ook? Een staartklok hebben ze ook meegenomen, ja. En dat hebben we dus ook in de schutting, zo weten we zeker dat ze ook via die weg weer weg zijn gegaan, vonden we de atlas en een engel van de klok. Dus die is ook helemaal niks meer waard zonder die attributen. Ja, nu zonder klok weer terug op zijn plaats. Ja. Ik zag een bewakingscamera hangen, of in ieder geval iets wat erop lijkt. Hoe is het beveiligd pand? Ja, daar is een bewakingscamera op de ingang en daar zijn ze ook, daar hebben ze zich ook niet verder begeven. Daar is alles nog intact, dus die hebben ze ontweken. Balen natuurlijk dat alles weg is. Lijkt me ook lastig voor bezoekers die hier komen. Ja, het is een hele trieste aanblik. Het is echt heel sneu. We zullen ook de schilderijen weer gaan herschikken en dat er geen lege plekken meer zijn. In de vitrines gaan we ook wel iets bedenken dat het ook wel weer gevuld wordt. Maar de echte tentoonstelling is er niet. We zijn het archeologisch steunpunt van het beeld. Dus alles wat er lag was natuurlijk gevonden hier in het beeld. Dus het heeft natuurlijk wel enige band met de omgeving natuurlijk, deze stukken. Ja. Cultuurhistorische waarde. Het beeld is jongland, dus het was ook niet heel oud. Het is 17e eeuw, dat waren wel de oudste stukken. En dan heb je het over muntjes en knoopjes en vingerhoedjes en allemaal klein materiaal wat met metaaldetectors is opgegraven. En dat vertelt wat over de bewoningsgeschiedenis van het beeld. Dus cultuurhistorie. Wat gaan jullie nu doen? Marktplaats in de gaten houden? Ja, dat doe ik iedere avond. Maar ja, ik weet ook niet, ze hebben ook geroestige spijkers meegenomen, wat we door met de kinderen hadden gevonden. Dat lag ook in de vitrine. Ja, dat kan je ook op de marktplaats niet zetten. Dus. Maar ja, het ligt in de vitrine, dus denken ze dan, het zal wel waarde hebben. Ze hebben er zoveel werk aan gehad en ze hebben hier zoveel lopen slepen en uiteindelijk is de buit niet heel. En waarschijnlijk ook moeilijk te verhandelen. Ja, bijna niet. Nee.